Hallo beste kijkers, ja, dan zijn we weer in een nieuwe aflevering, natuurlijk van Minecraft. Als jullie willen dat ik weer een roll to tell video maak, is dat helemaal geen probleem hoor. Dan moeten jullie het gewoon zeggen, alleen jullie moeten wel zeggen wat voor filmpje ik moet gaan maken. Nou heb ik wel een filmpje in mijn hoofd, in een van de volgende video's, ik weet nog niet in welk video ik het ga doen, ga ik een... ga ik laten zien hoe je een werelddolf maakt, natuurlijk. Want dat wil ik graag ook nog vertellen. Eens zien. Oh ja. En dit is een klein berichtje voor een goede online vriend van me. Iedereen mag hem natuurlijk luisteren, maar het is eigenlijk puur bedoeld voor die persoon. En ja, dat is dit. Koning Milan, ik ben eigenlijk helemaal niet gestopt. Want de meerderheid wilde dat ik bleef. En bovendien had Collectus nog, ja... Die had inderdaad nog gezegd waarom ik moest blijven. Daar was ik ook erg blij mee. En daardoor blijf ik nu nog steeds. Dus ja. Dus ik speel nog steeds World. En ik hoop dat je deze video ziet. Dat je weet dat ik er eigenlijk nog wel ben. Niet gestopt ben. En ik hoop dat ik jou ook snel weer online zal zien. Einde van dit korte berichtje. Dan gaan we nu terug naar de games. Ach, ik herken ze helemaal niet bij naam. Eens zien. Dat is deze, hè? Ach ja, ik wil ook een keertje iets anders. Die deed het vorige keer niet. Ik ga kijken of hij het nu wel doet. Anders moet ik even een goede vriend vragen. Doet hij het? Nee. Waarom doet hij het niet? Het is oneerlijk. Hij staat er echt van play here. Oké, ik denk al te weten waar het om gaat, dus ik zet hem even op pauze en dan ben ik zo meteen terug. Ik zal even kijken of het inderdaad is wat ik denk dat het is. Tot zo. Zo, daar zijn we weer. Zoals jullie zien heb ik even veranderd in de hoop dat dat inderdaad het geval was. Maar zo zien is dit niet. Hoop dat het erg staat. Vreemd. Shadow draak uit een andere aflevering, die kennen jullie vast ook nog wel. Die kan dit wel gewoon ingaan. Ik kan dat dus niet. Heel vervelend en vreemd. Maar ik zet hem dus weer op pauze en zet hem weer terug naar die coolere versie. Tot zo. We zijn weer terug. Ik moet nog even deze dinges uitgaan, dan gaan we gewoon naar dat andere spel. Het spel schijnt ook erg leuk te zijn, maar ja. Als we niet kunnen, dan ga ik dat wel even uitzoeken wat aan de hand is. Wat hebben we nog niet gedaan? Paintball hebben we al gedaan. Die tieren hebben we al eens gedaan, dacht ik. Die hebben we al eens gedaan. Die hebben we gedaan. Daar zijn we nog niet geweest. Die kunnen we niet doen. Arena hebben we nog niet gedaan. Dan gaan we naar... Ik ga even de arena bekijken wat we daar zou moeten doen. Ik vind het leuk om nieuwe spelletjes te experimenteren. En dan te kijken welke spelletjes dan leuk zijn. Maar jullie moeten ook in de reacties achterlaten welk spel jullie graag willen zien, hè? En of jullie nog een server weten of een andere site.
alles is welkom en ik ben ook erg nieuwsgierig naar wat jullie willen zien. Zo. Kleine lek. Of. Oké, ik kan er gewoon niet in lopen. Oké. Moet ik op een afstand kijken of zo? Oh, kijk. Hier zo. Nou. Ik ga kijken dat die man. Oké. Voor mij staat er achter een spelbord. Toch? Oké. Het is wel een groot probleem, maar. Oh, ik word geteleporteerd. Jee, we zijn geteleporteerd. Oké, ik ben met iemand in het team. Oh, dit spel. Ik weet wel welk spel dit is. Oké. Nou, daar gaan we dan. Even battelen. 9-5, jee, doe je best. En here we go. Daar zijn de vijanden. Ha, ten aanval. Wow. Ineens steentje weg. Waar is die andere? Dan heb ik geluk. Oké, snel door hierin. Is mijn teamgenoot nou dood? Die kan ik niet hebben hoor. Mijn teamgenoot is dood. Ah, ik zit opgesloten in een of andere grot. Ah, oh, mijn teamgenoot leeft nog. Ik zie mijn teamgenoot. Nee. Ah, die andere leeft nog. Respawn. Ah, oké. Oké, ik ben gewoon dood. Kans. Teamgenoten zijn tegen zijn best goed. Maar ik had pech. Ik viel in dat gat. Ah, mijn teamgenoot is ook dood. Wat snel, bordje. Zoals je ziet, ik ben niet zo heel goed in PvP. Maar soms kan ik er ook wel goed in zijn. Dat ligt er meestal wel aan. We doen wel 4 tegen 4. Daar. Oké, dan moet ik even wachten. Ik zet hem gewoon even pauze totdat we worden geteleporteerd. Oké, we worden geteleporteerd. Ik heb gewoon gekozen voor die 2 tegen 2. Omdat, ja, die was nog vrij. Hé, hey, nee, we zitten in 4 tegen 4. Jongens, we zitten in 4 tegen 4. Hé. Hey. Oh, waar is die andere? Waar is die andere? Oh, daar. Die lijkt al helemaal, vol te zitten. Met armor. Heb ik trouwens wel armor aan? Ja, ik heb ook armor. Jee. We hebben tenminste een hele sterk in het team. Eentje met goud. Nou, niet veel sterk, maar dit keer ga ik naar boven. Wow. Daar komen ze. Ontwijken, lopen. Nee, eentje heeft me vastgezet. Shit. Daar had chat draak voor gewaarschuwd. Voor bordjes. Die zet jou vast. Ik wil niet meteen dood. Ah, nee. Rot op.
loop achter me aan, hè? Ze volgt me. Ah, shit. Dus ga ik niet. Ik ga als ik als eerst dood ga, word ik boos. Ah, nee, ik zit vast. Ik ben een watje. Oké, naar beneden. En dan hieronder. Ze volgen me. Ze volgen me gewoon, hè? Ah, nee, ik ga als eerst dood. Ik wil. Ik ben dood. Ah, het was zo vals. Ze volgden me gewoon echt allemaal. Het was niet eerlijk. Ze volgden me gewoon. Kijk, ze werken echt als een team samen. Nou ja. Jee, eentje uit de tegenpartij is ook dood. Wow, wat was dat? Een kooi? Nou, gaan wij gewoon chill kijken naar het gevecht. Oh, eentje van mijn team is weer dood. Kom, dood hem. Yay, die ene is dood. Die ene is dood. Kom op. Kom, groen team. Ik kan het. Oh, hij is vastgezet. Hij is gewoon vastgezet. Oh, oké. Okay. Alles oké? Okay? Goed zo. Oh, er is nog eentje van tegenpartij. Wij zijn nog met z'n tweeën. Awesome. Hey. Die heeft van die bordjes onschijn. Haha. Haha. Kom op, dood hem. Jullie kunnen hem best aan met z'n tweeën. Yay. Ons team wint. Ons team wint. Nou ja, zoals we zagen, dit spel is redelijk lastig. Vooral als je niet zo'n sterke teamgenoot hebt. Maar als je een sterke teamgenoot hebt, of je bent zelf heel erg sterk, dan kan het soms best makkelijk zijn. Voor jezelf niet. Maar deze was voor mijn teamgenoten blijkbaar wel makkelijk. Daar zijn we net in geweest. Lid, zijn we daar al een keer in geweest? Ik weet het niet. We kunnen ook kijken. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, dat spel, dat is wel lachen. Volgens mij hebben we dit spel nog nooit gedaan. Dat is het enige spel we nog niet eerder hebben gedaan, heb ik het idee. Oh, dat spel waar we net vandaan komen. Haha. Let ik even niet op. Welke hadden we dan net? Nou, maakt niet uit, maakt niet uit. Dan doen we wel mijn favoriete game. Jullie moeten ook zeggen, als jullie een game willen zien, gewoon zeggen. Ik kan het altijd zeggen, ik word niet boos, ik bijt ook niet. Dat zeggen veel mensen dan. Lekker in. Zo. Hebben we nog tijd om de arena te verkennen? Nou, niet echt veel tijd. Maar ik ga deze game opzetten en dan zien jullie in deel 2 hoeveel kills ik ga maken in deze ronde. Dus like, abonneer en reageer en tot deel 2.